De dagen worden korter en grauwer. De periode van herdenking komt eraan. De parochies van Kortenberg houden op 30 oktober om 15 uur voor de tweede maal een troostmoment in de kerk van Kortenberg, waarop iedereen welkom is, los van geloofsovertuiging, cultuur of een andere overtuiging. Of juist wel, we respecteren iedereen en vinden het verdriet van iedereen even belangrijk. Het programma van het troostmoment is opgebouwd uit inbreng vanuit verschillende invalshoeken, zodat iedereen zich er op een of andere manier in kan vinden. Van Afrikaanse zang tot gedichten van onze dorpsdichter Johan Teirlinck over meditatieve gitaarmuziek en mooie sfeerbeelden. Wil je ook iemand gedenken? Stuur dan zeker de naam van uw geliefde familielid of vriend door naar Chantal Lemmens. Tijdens het troostmoment nemen we de tijd om de namen te noemen en een kaarsje voor elk van hen aan te steken. Na het troostmoment nemen we de tijd om elkaar te ontmoeten bij een tas koffie of thee en een koekje.